Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties en bij Jut Fashion. Het Bankske op de Zwaanse Brug is zomaar verdwenen. Hoe kan dat nou? We hebben vanavond de harde kern van de bankzitters hier in de studio en ik wil er alles over weten. Samenloop voor Hoop in Liemde is toch wel veel groter geworden dan men had durven dromen. Slowlands, het nieuwe belevingsfestival op Velder, staat ook voor de deur. René Leenders is hier aanwezig straks. En de expositie Boksel in de Middeleeuwen in de Groene Poort gaat gebruik maken van wel heel erg moderne technieken anno 2015. Dit zijn de onderwerpen van vandaag. Het is vandaag dinsdag 8 september. Hartelijk welkom bij Dommeland Live. En we zitten vandaag in een nieuw tv-seizoen, ook in een hele nieuwe studio en met een nieuw decor waar we heel erg trots op zijn. Wat we normaal nooit doen, dat ga ik nu wel doen. Want ik wil één persoon uit Boksel heel erg bedanken met een hele dikke zoen. En dat is Harry Hobbelen. Harry, toffe peer, hartstikke bedankt. En onze hoofdredacteur Roel Jongenelen. Het moet even gezegd worden. Ik voel me heerlijk, het is een nieuw seizoen. We zijn er klaar voor, de hele studio zit vol. Voor de mensen thuis, er zitten drie mensen van de harde kern van het Bankske. Die zitten ook echt op een Bankske hier. En die blijven de hele uitzending meegenieten en meepraten, want daarover gaan we het natuurlijk straks hebben. Maar ik begin met het hele grote evenement Samenloop voor Hoop Liemde. Het staat voor de deur, er gaan ontzettend veel mensen aan meedoen en vanavond praat ik met de organisatie en de initiatiefneemsters, die stel ik even aan u voor. Lian van Oorschot, Margot Brands, van harte welkom. Dank je wel. En daarnaast Mascha Kruunveld, die heb ik uitgenodigd. Want Mascha is een van de deelnemende groepen, hè? Ja. Deelnemende teams noemen jullie dat. Ja, Lian, het is toch eigenlijk wel erg uit de kluiten gewassen. Het is wel heel groot geworden, hè? Het is meer als jullie hebben durven hopen, Samenloop voor Hoop. Ja, inderdaad. Voor we eraan begonnen hadden we zelf, we wisten dat er draagvlak zou zijn in Liemd. Maar dat het zo enorm gedragen zou gaan worden, nee, dat is echt boven verwachting. Want leg even uit, Margot, als je wilt, Samenloop voor Hoop, wie dat nog niet kent, wat is het precies? Nou, het is 24 uur wandelen, met een team dus. En met je team ga je dus inderdaad 24 uur wandelen. En wij doen het dus bij ons in Liemde, in de kern. En dan is de bedoeling dat je daarnaast natuurlijk ook iets ophaalt qua sponsoring. En dat gaat dus allemaal naar het goede doel. En 24 uur wandelen, moet dan een deelnemend team non-stop 24 uur aan het lopen blijven? Ja, de meeste teams zijn ongeveer met 20, ja, we hebben ook hele grote teams. Maar ongeveer 20 mensen en die hebben zelf een schema gemaakt. Ik loop van 1 tot 3 en iemand anders van 3 tot 5. Maar zo 24 uur lang. Dus een team is eigenlijk allemaal 24 uur aan het wandelen. Want Samenloop voor Hoop is, ik heb het al op meerdere plaatsen en steden voorbij zien komen. Maar het is nu echt de eerste keer dat het in Liemd gebeurt. Lian, wat was de drijfveer van jullie om hieraan te beginnen? Nou, wij waren beide bekend met het evenement. Niet dat we zelf mee hadden gedaan, maar wel van mensen gehoord. Die het enorm leuk vonden en een hele happening vonden om daaraan deel te nemen. Dus we zaten bij elkaar en de plannen kwamen. We hebben het draaiboek opgevraagd bij het KWF, maar we schrokken enorm van de omvang. Wat er op je afkomt. Ja, dus we hebben het weggelegd. Maar toch bleef het kriebelen en uiteindelijk... Wat was dan waar je onder andere van schrok, Lian? Ja, de grootte van het evenement toch wel. Je hebt zoveel mensen nodig op bepaalde posities. Ja, en we waren maar met z'n tweeën. Toen nog, maar dat is heel snel veranderd, hè? Ja. Ja. Toen kwam er een moment, Lian, dat je zei, het bleef kriebelen en we hebben het toch weer opgepakt. Vertel eens. Toen zei Margot, als we eens op die posities poppetjes gaan zetten. Zo dus alvast in gedachten of zo, ja. Of op papier. Ja, in het draaiboek staat er wel wat voor mensen je nodig hebt. Logistiek en financiën.
Dus we zijn gewoon samen gaan kijken van, hey, weten we iemand voor logistiek, weten we iemand voor financiën. En uiteindelijk is dat heel goed gelukt. We zijn ook hartstikke trots op ons team natuurlijk. Snap ik, ja. En die zitten nou te kijken, dus wij moeten goed te doen. Ja, want ik kijk even mee. Er zijn fantastische mensen die ons hebben gestuurd, echt, moeten we even benoemen. Ja, te gek, want ik belde Lianne op, hè, om uit te nodigen. En ja, het is dus dit weekend al. En vanavond is een hele belangrijke laatste vergadering. Ik heb ze weggeplukt. Sorry. Maar de poppetjes op de plaatsen gaan zetten en toen? Ja, toen hebben we een informatieavond gehouden voor die mensen en uitgelegd waar de samenloop is. En toen hadden we ook tegen hun gezegd van denk er nog maar over na. Maar meteen dezelfde avond zeiden ze allemaal volmondig wij doen mee. Dus dat was voor ons natuurlijk wel heel super om dat te ervaren. Dat iedereen ook zo enthousiast was. Ja. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk vol actie vanaf dus begin februari aan de slag gegaan. Ja, want er komt nogal wat bij kijken, hè? Wat jullie absoluut ook al vertellen. Wij hebben het volgende, dat is ook leuk voor thuis. Lieke Faber heeft namelijk een document gemaakt, een film gemaakt. En die gaat over de aanloop naar Samenloop voor Hoop toe. En het lijkt me erg leuk dat we daar samen even een stukje van gaan bekijken. Van 13 september dus hebben wij de Samenloop voor Hoop hier in de kom van Liemt. Nou, wij zijn de regelneven. Wij zijn de regelneven, dat zeg ik. En we zijn eigenlijk met z'n drieën. Hij is de meest volle neef. Maar dat zeg ik. Ja, het is wel de meest volle neef. Het is mijn achterneef. Ik ben de achterneef. Kunnen jullie mij zo horen als ik zo praat of niet? En wij zijn dus druk bezig om alles in goede baan te leiden. We moeten het podium gaan regelen. Hier komt een immens podium waar de diverse artiesten op gaan treden. We starten om 2:30 na de opening met Impuls. Een prachtig optreden van Impuls op het hoofdpodium. En om nog maar eens wat namen te noemen. We noemen bijvoorbeeld Matthäus, we noemen Gogo, we noemen Kees Bergemans, niet te vergeten. Jan van Rijden, Jelle Ruijsenaars, het opleidingsconcert van Bakkes. Noem maar op, ze zijn hier allemaal aanwezig op het hoofdpodium. Het is gewoon één grote happening hier op het hoofdpodium tijdens de Samenloop voor Hoop. Het wordt gewoon geweldig. En dan gaan we gewoon 24 uur gaan we gewoon door. Wij 2:30 zaterdag. 2:30 zaterdag. Smiddags. 12 september. Gaan jullie 24 uur hier op het terrein? Wij gaan in Veurre slapen. Wij gaan in Veurre slapen en daarna gaan we slapen. Maar dan zijn we gewoon 24 uur zijn wij gewoon de man. Zijn wij hier op het podium, rond het podium. Wij gaan gesprekjes doen met de mensen die meelopen. Ze kunnen hier allemaal gezien worden op een heel groot beeld. Worden wij first on een groot beeld erin geregeld, hè? Wacht even. Het is vooral over dat je veel handjes hebt. Wij hebben heel veel handjes bij. Handjes bij. Allerlei soorten handen bij. Kijk, een extra handje. Zeker, een beide handje. Helemaal goed. Beide handje hebben we bij. Zonder meer. En we hebben een armje hebben we bij, mijn handje. We hebben het gelijk bij. Och, arm. Ja. 12 en 13 september, Samenloop voor Hoop in Liemde. Wij zijn erbij. U ook. Ja, dat is al een mooie start. En inderdaad goed om te zien dat er zoveel mensen aan meedoen. Masha, jij bent van het team Johans Angels. Ja. Vertel eens, wat is jullie motivatie om mee te lopen? Het is op aankomende zaterdag op de verjaardag van mijn vader. En mijn vader is 5 jaar geleden overleden aan leukemie. Mm-hmm. En het is zijn lustrumjaar. En we hadden zoiets van, hij komt ook uit Liemde. En mijn zus en mijn moeder komen ook uit Liemde. Ja. Mijn zus heeft gedacht, ik ga gewoon een team inschrijven. Dus ze alleen bedacht, ik schrijf het team in en de rest komt vanzelf. En het stond nog niet op Facebook dat zij een team wilden samenstellen. Of we hadden zo 20 lopers die met ons mee wilden doen. Fantastisch. Wow, ja, super, een eigen Facebook-site gemaakt voor Team Johans Angels. En ja, binnen no time dat mensen doneren. Alleen al voor het goede doel. En nou willen wij mijn vader voor zijn verjaardag een straat geven met kaarsenzakken. Dus we hebben allemaal dezelfde kaarsenzak met een hart. En daar mag je ineens persoonlijke tekst op zetten. Okay. En ons team heeft ook hetzelfde hart op de borst.
En dan zijn we Team Johans Angels. Wat bijzonder, hè? Ja. Ja. Heel mooi verhaal. Mooi, hè? Ja. Zo'n straat. Ja, ja, goed, ja. Dus we, ja. Ja, we hopen, we weten bijna zeker dat het ons gaat lukken. Fijn. En we hopen er gewoon een heel mooi evenement van te maken met alle teams. Want er doen enorm veel teams mee in Liemde. Ja, want daar even over, Margot. Hoeveel teams doen er mee? 71 teams. Dat is veel, zeg. Bijna 1600 lopers. Dus 1600 lopers, ja, ja, ja. Onvoorstelbaar wat veel. Ja, super, hè? En is dat, maar dat komt dan ook van buiten Liemd af, of niet? Het is toch niet alleen maar Liemd? Nee, Boksel natuurlijk, ja. Holland. Ja? Ja. Ja. Wat fantastisch. Maar ja, ik begrijp dat dat een enorme organisatie is. Ik ga even terug naar jou, Marcia, want je schrijft je in als team. Tenminste, dat had Donja gedaan, hè? Ja, had mijn zus geregeld. En dan, hoe is dat voor jullie gegaan? Krijg je dan van de organisatie een mail van, nou, hier moet je aan voldoen? Of wat gebeurt de organisatie verzorgt gewoon heel netjes de mails. En daarin krijg je inderdaad uitnodigingen voor bijeenkomsten. Je schrijft je als team in, geef je aan hoeveel deelnemers je hebt. Wij krijgen als deelnemer dan allemaal een shirt, een paarse shirt, zullen we allemaal meelopen. Dat is al geleverd. Ja, dat wordt geleverd op het moment dat je als team inschrijft met het aantal personen. Omdat dat ook de bedoeling is dat we dat aan het einde allemaal dragen. Dus dan is er één grote paarse slinger door Liemde heen met allemaal hetzelfde shirt. En dan krijg je dan een uitnodiging voor de kaarsenzakken, die krijg je bij de commissie. Nou. En ja, die regelen eigenlijk alles en die laten de tijden weten wanneer je kan. Door de ontbijten kun je bestellen. En, ook dat? Ja, ja, en dat wordt dan allemaal weer ten bate van het goede doel. Ongelooflijk, zeg. Ja. We proberen natuurlijk overal aan te denken, hè? Ja. Toch? Nou, ja. Is dat, moet ik zeggen, maar dat klinkt een beetje bevooroordeeld, ik bedoel het heel goed. Ik ben van Liemd gewend dat dingen zo goed geregeld worden. Ja, ja, het omarmt, iedereen omarmt het evenement. Hè? Iedereen springt erin en helpt elkaar. Want als je het hebt over ruim 1600 lopers, kun je een gooi doen. Hoeveel mensen doen er mee in jullie organisatie nu? Om het te regelen. Hoeveel bijna 300. Als vrijwilligers? En, ja. Nou, dat is ongekend veel. Alleen al logistiek 130 mensen. Ongelooflijk, hè? Ja, echt veel, hoor. Om het allemaal op de juiste plek, juiste tijd allemaal te laten lopen. Ja, is ongelooflijk. Het is uiteindelijk een hele klus. Ja, 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 ja. Ik denk dat je straks heel voldaan bent als dat klaar is en goed geslaagd is. Ja. Jullie zitten nu tegen de datum aan te hikken, hè? De laatste dingen moeten nog geregeld. Hoe is het met de spanning? Die stijgt. Ja, dat is ook normaal, denk ik, hè? Ja. Want je bent voor zoveel mensen verantwoordelijk en je wilt het toch allemaal goed doen. Wat zijn er nog dingen waarvan je denkt, oeh, dat moeten we nog even regelen? Kun je daar iets van noemen? Ja, een beetje puntjes op de i nog zo, van oh, hebben we daaraan gedacht of hebben we dit wel goed gecheckt. Maar in principe, we hebben alles in grote lijn of eigenlijk wel alles klaar, toch, Lian? Ja, ik dacht het ook, ja. We zullen misschien zondag echt wel zeggen van, nou, dat hebben we niet goed ingeschat. Of, hè? Nou. Maar van de andere kant dan denken we van, we hebben er zo ons best op gedaan met een enorme grote groep mensen. Mm-hmm. En iedereen had daarin zijn kwaliteiten. Dus we hadden zoiets van, we hebben zoiets van, dat moet gaan lukken. Ja, ja. Nou, heel mooi. Zoveel lopers door Liemde. Ik kan me zo voorstellen, en volgens mij heb ik daar ook iets van gelezen, dat was er niet iets afgesloten of worden er wegen afgesloten? Want waar wordt er gelopen? In Liemde in het centrum, maar... Ja, het Broekengenkske. Dat kleine, ja. Dat kleine straatje heeft ook in Brabant centrum, hè, met een stuk gestaan. Het is natuurlijk heel erg smal. Ja. Is wel heel knus om te lopen. Maar hoe doe je dat dan? Nou, de lopers gaan inderdaad het Broekengenkske. En wij hebben een hele lieve juffrouw bij ons in Liemd wonen, juffrouw Mirjam. Ja, die kennen we allemaal. Ja, wie kent juffrouw toch? Mirjam? Heb je er daar les van gehad toevallig? Of? Nee. Geen van drie ooit? Nee. Okay. Onze kinderen wel. Jullie kinderen wel. Ja. Maar die heeft haar tuin beschikbaar gesteld. Dus als bezoeker mag je door de tuin van juf Mirjam. Ja. Nou. Nou, wie wil dat nu niet? Ja, toch? Dat is toch hartstikke leuk. Ja, dat vind ik heel lief. Er is ook onderweg vertier, want ik denk dat jullie ook veel publiek gaan aantrekken. Hè? Mensen die komen kijken, tuurlijk, de familieleden, de vrienden. Ja. Iedereen komt aanmoedigen. Daar hebben jullie ook het een en ander voor geregeld. Hè? Als entertainment, kun je daar iets van vertellen? Het is volop amusement, hè? 24 uur, of 24 heel uniek. Uur. Wij mogen ook echt, vind ik dat we ook zeker mogen benoemen, de gemeente Boksel. Van het begin tot op dit moment volledige medewerking. Ook het nachtprogramma is natuurlijk wel akoestisch, hè, om de omwonenden niet te veel te belasten. Maar zelfs, we mogen 24 uur doorgaan. En wat heb je zoal?
Ja. Is het allemaal geheim? Of, Nee, het is geen geheim. Het mag natuurlijk naar buiten. Ja, we hebben overdag lekker wat ruigere muziek. Van Bakkers komt, Matthäus, Impuls. En 's avonds hebben we Jelle Ruisnaars. Zijn we erg trots op dat hij komt. Dennis en Anouk, Kiki Mettler, Lisa en Milou. En heel bijzonder vind ik echt heel leuk, het opleidingsorkest komt, die kinderen van de fanfare. Oh ja. Die mogen 's nachts spelen van 4 tot 5. Nou, dus wanneer speel je nou 's nachts? Ja, dat is te gek natuurlijk. Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja, superleuk. Ja, superleuk. Dus er is entertainment. Is dat op een vaste plek of is dat langs de hele looproute? Als mensen nou van buiten Liemt willen komen kijken, waar moeten ze dan waar moeten ze naartoe lopen? Waar is het te doen dan? In het centrum. Echt in het centrum? Ja. Ja, maar we hebben 2 podia. Ja, zo. Een groot hoofdpodium en nog een kleiner podium. Dus als mensen ook lopen. Ze hebben continu wel muziek, komt er voorbij en horen ze, ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Springkussens voor de kinderen, schmink voor ook de kinderen. Oh, dat is leuk. Oh. Nou, straks niet, nee. Straks op springkussen. En dan allerlei, activiteiten georganiseerd door deelnemende teams. Zo, ja, vertel eens. Nou, er zijn teams die een waarzegster in hun tent hebben. Oh ja, wat leuk. Een schandpaal hebben. Er zijn teams die doen schminken. Er zijn teams die een of andere aquarium iets hebben. Dus die leveren ook de activiteiten. Een levende voetbalgoal. Ja, er is echt van alles. Hoe zijn jullie voorbereid op het publiek wat allemaal wil komen kijken? Wat hebben jullie verwachtingen? Nou ja, heel we hopen dat het weer mee zit. En dan, Nee, maar over aantallen of zo, zijn jullie daarop voorbereid? Of heb je dan nog speciale mensen die wegen af moeten zetten? Wat je ook bij de boerenmerk ziet. Ja, alles is afgezet. Ja. Ongelooflijk. Alles wordt via keurig afgezet en aangegeven waar je kan parkeren. En hoe je op het evenement kan komen. Ja. Nou, daar zijn de terrassen en de tent van ABL, die hebben we ter beschikking. En ja, onze horecagelegenheid, die zit er omheen. Ja, dus, de boer uit Liemde, de bekende boer. Ja, Wim Jensen heeft zijn veld beschikbaar gesteld. Dat vinden we ook helemaal geweldig. Hè, leuk, hoor. Ja, super. Ja. Ja. Voor parkeren en dat soort dingen. Hè? Ja. Ja. Leuk. Hij haalt zijn mais er eerder af voor ons. Ja, te gek. Ja. Even nog naar Masha. 24 uur lopen met 20 personen? Ik denk dat wij Ik heb 18 shirts gisteren besteld. Dus met 18 lopers hebben wij. En hoe gaan jullie dat dan? Hoe gaan jullie een uur de man of pak je zoiets aan? Of, nou, wij lopen het mee. We vinden het wel gezellig als je met z'n tweeën loopt. Dus je hoeft niet alleen te lopen. En dan één erop, één eraf. Nou, en ik dus denk in de nacht. Is dat gunstig? Ik denk dat wij in de nacht dan langere stukken gaan lopen. Okay. Want dan, we hebben ook kinderen die graag, of kinderen, jongvolwassenen. Ja. Die graag aan het evenement mee willen doen voor opa. Mm-hmm. En die wil ik gewoon de nacht rust geven. En die beginnen dan gewoon 's ochtends om 9 uur. Dus mijn zus en ik en mijn moeder zullen voornamelijk de nacht doen. Een oom en een tante van mij doen de nacht. Dat is de broer van mijn vader. En dan overdag krijgen wij hulp van meerdere mensen. En dan kunnen wij even bijslapen. Ja, de mooiste momenten zijn gewoon de opening om 2 uur. De kaarsceremonie rond 10 uur. En de afsluiting, dat zijn echt... Daar wil je bij zijn. Momenten die je echt niet wil missen. Ja. Dat is echt, dat krijg je echt kippenvel van. Ik denk van. Dat er veel traantjes zullen vloeien. Hè? Van emotie ook. Het is gewoon een heel bijzonder, samenhorigheid. Ja, een bijzonder evenement. En je staat niet alleen stil bij degene die je hebt verloren voor jezelf. Wij worden gesponsord of donaties komen. Dan zeggen ze, Mas, ik sponsor jou of ik sponsor jullie mam of pap. Maar uiteindelijk zeg ik van nee, je moet op de zak staat ons hart. Ik zeg, maar ik wil graag dat jij een boodschap ook voor degene die jij herdenkt op zo'n route. Ja. Ja, en aan mooi. Wie jij die 24 uur stilstaat. Dus daarmee is het hart staat voor mijn vader. Maar de namen die erbij staan, staan voor degene aan wie degene die de kaarszak gedoneerd heeft. Bij stil die dag. Ik denk dat dit ook precies is wat jullie beogen met zo'n met een samenloop. Hè? Dat ieder daar zijn eigen verhaal, zijn eigen emoties in kwijt kan. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. Ik vind het heel moedig. Petje af alvast en de complimenten voor jullie organisatie. Ik weet zeker dat dat heel mooi wordt. Succes met het lopen. Gaat en, lukken. Ja, ook alle sterkte, omdat het natuurlijk ook emotionele momenten zijn. Hè? Ik heb begrepen dat wij direct na deze uitzending van Dommeland Live de reportage gaan uitzenden. De aanloop naar de samenloop voor hoop. Dus dat heeft u van ons te goed direct hierna. Heel erg dankjewel.
Ja, ik ga over naar de mannen en de vrouwen op het bankske. Ja. Want dat is ook een belangrijk onderwerp hier in Boksel. Dat is heel belangrijk. Ja. Want, vanaf het bankje willen jullie heel veel succes wensen. Ook de organisatie. Hartstikke goed. Iedereen die erbij betrokken is. Heel dankjewel. Goed. Dankjewel. Ja, dankjewel. Super, dank je. Dat is mooi om te horen. Dat is zo'n klein dorpje. Dat vind ik altijd. Er gebeurt veel meer als een Boksel wint. Ja. Ik loop even naar jou toe met de microfoon, want ik weet eigenlijk niet of ze thuis heel goed kunnen horen. Zeg nog maar een keer, want ik vond het wel heel mooi wat je zei. Nee, dat het in zo'n klein dorpje als Liemde, daar gebeurt veel meer of leukere dingen als in Boksel. En misschien zijn de mensen ook anders, maar dan zie je toch meer, ja, dat er toch meer initiatief en dat er ook heel veel dingen geregeld wordt of samen. Laatst moet ik daar foto's maken. Voor een klantje dan. En daar had ze iets met LP's. De eerste 24 uur geloof ik. Of wat dat? Ja, Liemd gebeurt heel veel. Ja. En in Boksel ook. Maar als ik jou zo beluister, mag het nog wat meer. Ja, dan mag het dat meer. Ja. En iets gezelliger en ook leuker. Ja, maar kunnen we zelf voor zorgen? Hè? Waar jullie zelf voor willen zorgen, dat is het Bengske. Ja. Want het Bengske is weg. En laten we eens even gaan kijken, want wij zijn met de camera eventjes bij jullie op de locatie geweest waar het bankje altijd staat. En ik wil graag met jullie samen kijken naar het eerste deel daarvan. Het Bengske is weg. Ja. Monique, was er allemaal aan de hand? Nou, ik was boodschappen toen in het dorp of bij Oosterhof. En toen hoorde ik dat het bankje in één keer weg was. Bankje weg, zei hij. Ja, zei hij. Het bankje is weg. Ik vind het heel vreemd. Ja. Toch? Ja, dat is sowieso heel vreemd. Want we brengen hier nog al wat uurtjes door. En dan in één keer is die bank weg. Dus dan moeten we onze eigen stoeltjes maar meebrengen. Maar ik zat te denken, is het nou niet gewoon een verkeerde bank roven zo? Want daar is de ING hier zo. Ja. Daar is de verkeerde bank hebben geroofd. Zou dat niet kunnen? Dat zou goed kunnen. Maar dan moeten we toch ergens anders weer gaan zoeken wat die bank gebleven is. Hè? Maar hoeveel man zit hier nou op zo'n bankje? Nou, met een man of 7, 8, 9, misschien wel. 15 nooit. Oh ja, misschien wel. Maar zitten bij elkaar op schoot of zo? Nee, maar dan staan we hier op de. Waar die man met de mooie jas staat, dan zitten we op het muurtje. Dat is geen gek hier aan de hand. Zeker een kooi vrouw. Ik zeg nee, ik heb een heel goede vrouw, maar ik ga ook graag een keer vanuit, ja. Ja, dat snap ik. Niet dan? Maar over vrouwen gesproken, ik was hier gisteren ook. En toen zag ik iemand en er kwam er een jonge dame voorbij. En toen floot iemand van jullie naar die dame, denk ja. Dat lukt niet, dat er iemand naar floot. Ja, die riep, daar is Banks er niet voor bedoeld, hè? Nee, maar dat doen we niet. Dat moeten we niet. Dat moeten we niet. Dat moeten we niet doen, hè? Dat doen wij niet. Nee, de mensen niet. Nee. Nee, en niemand niet. Niemand. Nee. Ik zou dat de mensen geen en dan durven. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, maar dat ze zoiets weghalen, Allah. Maar doet dat dan een overleg? Of doet dat met even iets over spreken? Maar er wordt nergens over gesproken. Ze komen hier en krijgen een keer een berichtje. Hé, hey, joh, bank is weg. Dat slaat gewoon nergens op. Maar dan ben ik benieuwd, waar hebben jullie het nou over als je op zo'n bank zit? Waar hebben jullie het dan over? Over de gekste dingen. Ja. Dat kun je niet opnoemen. Voetbal? Voetbal niet, daar praten wij niet over. Oh. Nee. Ooit wel, maar niet veel. Maar niet veel, nee. Dat is maar PSV is. PSV, dat maakt niks uit. Nee, verschillen, maar. En zo is het. Ja, ja. Dan hebben we. Als je het over PSV hebben, dan denk ik bankje niet gelukkig. Ja, dat weet ik niet. Dat zou het over Ajax hebben dan. Dat wordt een reservebank, ja. Maakt niks uit, dat is nooit aan de overkant hoor. Wij willen het bankje terug. Het is wel een gezelligheid op het bank daar, Monique. Ja, dat is altijd gezellig. Als het weer toelaat, dan zijn jullie er. Het is niet jong of oud, maakt niet uit. Iedereen is welkom. Ja. Ja, ik praat straks verder met jullie, want we hebben nog veel te bespreken. Maar ik ga naar René Leemers uit Boksel. René, van harte welkom. Dankjewel. Want René kennen we eigenlijk al, tenminste heel veel mensen kennen René als een zeer ondernemend type. En wie heeft hem niet gezien al bij de, bijvoorbeeld bij de All You Need Is Love caravan? Heel veel bokselaren hebben daar ook al vaak gebruik van mogen maken. Maar nu heb je toch wel heel bont gemaakt, René. Is dat zo? 11, 12 en 13 september, maar liefst op Landgoed Velder, organiseert René Leemers het belevingsfestival Slowlands. René, hoe kom je erbij?
Hoe kom je erbij? Ja, super idee, maar vertel eens. Nou, zoals je dan wellicht ook weet, hebben we naast het caravanbedrijf en die All You Need Is Love caravan, ook nog een bedrijf wat zich bezighoudt met catering. Ja. En wij verhuren van die caravans. En tegenwoordig worden die caravans heel veel gebruikt als food truck. Oh ja, dat is moderne, helemaal hip, heel modern woord. Komt dat niet uit Amerika overwaaien, die dingen? Ja, zo'n beetje wel. Ja, hè? De caravans uiteindelijk die wij bouwen hebben ook een Amerikaanse oorsprong. Maar wat bracht jij nou op het idee om zoiets, zo'n festival te organiseren? Nou ja, wij komen natuurlijk vanwege ons vak nogal eens op een ander festival. Of andere festivals, hè, Concert at Sea en Slowlands zonder S. Lowlands, daar komen we ook wel eens. En als je dan je bedrijf op het industrieterrein hier in Boksel hebt en dan ongeveer hemelsbreed 500 meter verderop zit Landgoed Velder. Maar is dat ook zo gegaan? Ja, ja, dat is echt zo gegaan. Ik had zoiets van, eigenlijk zou het wel leuk zijn als we in Boksel, op het mooiste evenemententerrein van Nederland, als we daar ook eens een echt festival zouden laten plaatsvinden, wat Boksel zijn roots heeft. En het zit 500 meter van mijn bedrijfspand op Ladonk af. En ik denk van ja, maar wij moeten heel vaak met ons hele bedrijf op pad naar hele Amsterdam, naar Vlissingen, naar Landgraaf, naar Biddinghuizen. En dat is nogal een verplaatsing. En hier in Boksel, op Landgoed Velder, vind ik, worden veel te weinig evenementen georganiseerd. En het is natuurlijk een beetje, zit in mijn bloed om evenementen te organiseren. Ik denk, ja, ik trek de stoute schoenen eens aan. En ik ga eens met de familie van Boekel praten, met de gemeente Boksel. Van, kunnen wij nou niet in Boksel een evenement organiseren van enige omvang, waar zeg maar de rest van Brabant en wellicht de rest van Nederland ook naartoe zou kunnen komen, want dat landgoed leent zich er natuurlijk voor. En zo zijn we eigenlijk langzaam op het idee gekomen om daar een festival te gaan organiseren. Ja, en dan komt fase 2. Hoe ga je dat dan noemen? Ja, en wij zitten natuurlijk vanuit onze cateringachtergrond met barbecuen en we importeren keramische grills. En dan hebben ze het in één keer over low en slow cooking. Hoe komt het daar vandaan? Ja, en dan de combinatie van een beetje gejat en een beetje van jezelf? Zit je een beetje met een biertje op in de denktank. Dan denk je van, als we nou een festival gaan organiseren op Landgoed Velder, wat gaan we dan doen? En moet dat dan de zoveelste pop worden? Of moet dat een rockfestival worden? Of ja, wat ga je dan doen? En toen zijn we vanuit onze cateringachtergrond gaan kijken van, wat mis ik nou het meeste op de meeste festivals? Ja, dat is... Nou, dat is het fatsoenlijk eten en drinken. Als ik hier in Boksel in een café een glas wijn bestel, dan kan ik kiezen uit 30 soorten wijn. En inmiddels in de meeste cafés kan ik kiezen uit 50 soorten speciaal bier. En dan kom ik op een festival en dan mag ik met één biertje, één glaasje cola en één glaasje zoete witte wijn. En voor de rest is het assortiment op. Ja, en ik dan als man op leeftijd inmiddels, 53, dan denk je, godverdomme, ik wil ook wel eens een keertje lekker eten en drinken op zo'n festival. Want op zich vind ik een festival hartstikke leuk om naartoe te gaan. Je beleeft van alles, maar, en dan bestel ik een glaasje rode wijn en dan zeggen ze van, dat hebben we niet, meneer. Ja. En zo zijn we een klein beetje op dat eten en drink thema gekomen als vertrekpunt van het festival. Maar het moet wel een festival blijven, dus er moet... Van alles omheen, nog. Er moet entertainment bij, er moet een fair en van alles omheen. Laten we even kijken ondertussen dat de mensen thuis ook echt in het gevoel komen. We laten heel graag eventjes een teaser zien die jij gemaakt hebt over Slowlands op Velder. Lowlands. Ziet er prachtig uit, René. Dankjewel. 3 dagen maar liefst op Velder. Ik zag van de week op Facebook een foto van jou van ik ben er al en mijn huisje is komende week Velder. Ik sta op camping Velder nu. Continu, 24 Continu. Uur.
Ja. Ja, dat moet haast wel. Ja, ik ga wel af en toe thuis nog douchen. Want dat is er dan nog niet. Nee, zijn nog er niet. Wat mensen die overnachten daar? Nee, dat kan nee, dat. Nee, dat, gaan we dat volgend, gaat te ver. Dat gaan we volgend jaar doen. Oké. Okay, Slowlands is niet een festival wat we één keertje gaan doen. We hebben onze handtekening gezet voor 5 edities. Zo. Dus dit is de eerste, waarbij we zeg maar ons visitekaartje willen afgeven. Daarna komen nog 4 edities. En de bedoeling is dat we eerst gaan ervaren hoe Slowlands 2015 is. Uiteraard. We gaan evalueren. We gaan kijken van wat kunnen we er nou nog aan verbeteren. We gaan luisteren naar wat de mensen ervan vinden. Ja. En volgend jaar gaan we er meteen al een camping bij doen. Want de mensen van over de rivieren, die willen ook graag naar Slowlands komen. Maar zeg maar het feit dat ze niet kunnen blijven slapen op dit moment. Of althans, we hebben 2 campings in de buurt met 40 plaatsen die al vol zitten. Ja, dan... Dan gaan we volgend jaar festivalcamping toevoegen. René, ik vind dat je er voor iemand die vlak voor zo'n enorm groot evenement staat, je ziet er in mijn ogen relaxed uit. Nou ja, maar is jouw geheim? Hoe ga jij daarmee om met zo'n druk? God. Want er is zoveel wat moet gebeuren. Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Uiteraard zijn we natuurlijk al een jaartje of alles bij elkaar 32 met dit bedrijf bezig. Ja. We hebben al heel veel grote evenementen georganiseerd. De afgelopen 10 jaar ben ik een beetje afwezig geweest in het festival, in het evenementenlandschap. Omdat we zeg maar, onze focus op de caravanfabriek en de All You Need Is Love caravan hebben gericht. Is er veel veranderd die laatste 10 jaar waar je nu tegenaan loopt van dat was toen nog niet? Kun je eens wat noemen? Ja. Nou, het grootste, wat mij het meeste opvalt, 10 jaar geleden was een evenement een uitje. En tegenwoordig is een evenement eigenlijk de nieuwe vorm van horeca. Als je gaat kijken hoe mensen tegenwoordig uitgaan, dan is er, zeg maar, er zijn nog wel stamgasten in een café. En dan kijk ik een beetje naar de buren van het Bengske. Dat zijn eigenlijk stamgasten van zo'n bankje. Ja. Nou, dat vindt in de horeca nog ook wel plaats natuurlijk. Maar ga je naar... Maar je bedoelt, je hebt het niet over hen als horecagasten, nee, 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 hè? Nee, maar wij komen zeker langs. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Oh, nou, kijk. Ja, er is ook een Bengske daar, hè? Hey. Die onthouden we. Schuin tegenover de ingang. uiteindelijk zie je dat vooral de jongere mensen een festival als het nieuwe uitgaan beschouwen. Dus ze gaan gewoon één keer een weekend gigantisch knallen en dan de rest van de maand een beetje rustig. En de tendens is dat zich op alle vlakken gaat voortzetten. Dus ook zeg maar de wat oudere mensen, de oudere jongeren, maar ook mensen die van totaal andere dingen houden. Er zijn festivals tegenwoordig helemaal gericht op klassieke muziek. Er zijn festivals op cultuurgebied. En je ziet dat eigenlijk het nieuwe uitgaan wordt. En bij jou begrijp ik dan dat het Slowlands gaat om lekker eten, drinken, fijn bij elkaar. Wat ik ook gelezen had is, daar moeten we tot slot nog heel even over hebben, eigen bier brouwen. Ja. Dat is uniek. Dat is in heel de wereld nog nooit vertoond. Nou, het kort even uitleggen. Oh, ik in het kort. Ja. Oh jee. Ja, ja, ach, nou, uiteindelijk, wij waren op zoek naar beleving op het festival. Wij wilden graag, speciaal bier is natuurlijk iets wat een heel erg hot item is in Nederland op dit moment. Ja. En wij dachten van, ja, wij willen gewoon een brouwerij op het festival. Een brouwerij? Ja, een echte brouwerij. Dus niet een klein proefopstellingtje, maar echt een full-size operationele brouwerij. En wij konden dat niet gevonden krijgen. En ja, dan denk ik bij mezelf, A plus B is C. Ik bouw caravans. Ik ga eens onderzoeken van, hoe krijg ik nou zo'n brouwerij daarin? Het bleek in Oostenrijk een bedrijf te zijn die een bepaald type brouwinstallatie maakt, die exact in mijn caravan paste. En toen dacht ik van, nou, dat gaan we gewoon doen. Dus we gaan de beleving toevoegen. En zeg maar in de periferie van het festival hebben we dan ook nog maar, volgens mij is het toch wel weer de eerste echte Bokstelse bierbrouwerij geopend. En die is vandaag opgeleverd, de caravan. En aanstaande vrijdag wordt die geopend op Slowlands. En wanneer drink jij dan je eerste biertje uit? Nou, we hebben een collega-brouwer al het biertje laten brouwen. Dus ons eerste bier heet de Klerenlaaier. Een beetje koppig biertje. Dat is een stout bier. Een mooi, romig, donker bier. Okay. Dat hebben we door Stadsbrouwerij Eindhoven laten maken. Dat wordt tijdens de opening vrijdag gepresenteerd. En dan meteen aansluitend op het festival gaan we eerst een paar dagen opruimen op Velder. En daarna gaan we echt bier brouwen, want we zijn al uitgenodigd op de brouwdagen in Antwerpen. We gaan naar Düsseldorf, we gaan naar Utrecht en we gaan naar de nationale bokbierdagen in Zutphen. Ja, grote plannen. En dan gaan we brouwen. Ja, nou, je weet van geen ophouden, ook niet met de festivals. Wij moeten helaas afsluiten, René. Nou wel.
Ja, klopt dat wel. Voor mijn gevoel zijn we nog lang niet uitgesproken. Maar ja, de floormanager zegt dat het, dat het zover is. Nou, dankjewel. Alles succes gewenst voor Slowlands. En ik vond ik vind het een heel mooi, bijzonder box als initiatief. De moeite waard om hier over te komen praten. Het gaat je goed, René. En succes. Dankjewel. Jij bedankt. Doei. Ja, dan loop ik toch nog even naar die mensen hier, die al heel mooi... Nee, er zitten er een paar op een houten bankje. Monique, ik ga maar even heel moeilijk doen. Ik hoorde jullie net roepen, jullie zien mij ook op Slowlands. Ja, daar gaan we zeker kijken als het goed weer blijft. Het is toch altijd mooi weer in Nederland? Tuurlijk, daar hopen we op dus. En hebben jullie dan, gaan jullie dan ook zelf de kaartje bestellen? Ga je dan één dag of ga je gewoon even neuzen, zeg maar, wat er te doen is? Ja. Even bekijken, ja. Ja, kijken hoe vat dat. Kijk, en dit is weer een leuk initiatief dat er weer iets gebeurt hier in de regio Boksel. En dat er toch ook weer een leuk evenement, als het ieder jaar terugkomt. Ja, dat er toch, net zoals Liemt ook, leuk. Ja. En in Boksel ook, dat zo. Ook weer bij je hoort, hè? Dat het er ook weer bij je hoort. Ja, weer een evenement erbij, dus ja, laat ze maar komen hoor. Jullie houden wel van gezelligheid, hè? Even, hoe zitten jullie? Hij zit heel goed eigenlijk. Alleen we missen de leuning, maar op zich zit hij heel goed. Dus het nieuwe bankje waar jullie op willen zitten, daar moet in ieder geval een leuning op. Dat sowieso. Daar hebben we lekker kunnen hangen. Ja. Lekker achteruit kunnen hangen. Ja. Ja, en dan ben ik gezellig met een man of tien bij elkaar. En het zitvlak is niet te hard, of het zitgedeelte gaat wel niet? Valt op zich wel mee, maar een kussentje zou wel lekker zijn. Ja. Dus we stellen niet zoveel eisen, want zo lang zitten wij niet. We zitten wel, de mensen denken wel in Boksel, we zitten de hele dag, maar dat is niet zo. Nee, maar dat lijkt wel, want, ja, wij lijkt wel, zijn want ze zien allemaal dezelfde mensen. Maar de mensen hebben in de herinnering dat er ook andere mensen toch gebruik van maken. Ja. Oké. Okay. Nou, we voeren de spanning wat op, want ik zie dat de volgende gasten alweer gearriveerd zijn. Blijf lekker zitten, hè? Ja, ja. Op het beentje. Ja, ja. Goed. Wij gaan verder. We doen dit. Hopla. Nou, ondertussen krijgen we hier lekker water van Verel en dat is altijd fijn. De nieuwe gasten zijn gearriveerd. Ik mis er nog één. Ah, die wordt gezenderd. Dat maakt helemaal niet uit, want het is live. Het geeft niet. Er is namelijk... jij wil de microfoon? Oh, oké. Okay. Dat mag. Alsjeblieft. In het Oertijdmuseum in Boksel is onlangs de expositie Boksel in de middeleeuwen geopend, van start gegaan. En ja, dat leek mij heel erg mooi om het daarover te hebben, want er gebeurt best wel heel veel in het Oertijdmuseum en unieke dingen. Ik heb drie gasten uitgenodigd die daar wat meer over kunnen vertellen. Dat is namelijk de initiatiefnemer, in ieder geval de aanstichter is mij verteld, Pater Hans de Visser. Welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken dat ik je en jij en jou mag zeggen, hè? Absoluut. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Ik ben anders opgevoed, maar ik ga het wel doen. Oké. Pater Hans de Visser, welkom. Pieter Nel van Voort en Nick van der Veer. Van harte welkom, want ik heb jullie gevraagd omdat jullie een rol spelen in een film die gemaakt is, die bij de tentoonstelling hoort. Ja, jullie zijn acteur en actrice daarin. Leek me heel erg leuk om het daarover te hebben. Hans, jij had het initiatief om deze tentoonstelling in Boksel op te gaan zetten en voor elkaar te krijgen. Hè? Ja. Wat raakt jou zo aan die middeleeuwen? Waarom vind jij dat dat met meerdere mensen gedeeld moet worden? En dan heb je het over de middeleeuwen in Boksel, hè, die periode. Omdat op een gegeven moment het van belang is, de identiteit, dus de eigenheid van Boksel, nu, met altijd steeds meer grootschaliger, is het van belang om te zeggen van, wat is van waarde voor nu? En dus het verleden kan daar duidelijk een bepaalde rol in spelen. Mm-hmm. Ook van de middeleeuwen. Mm-hmm. Nu is het zo, dus dat op een gegeven moment in Boksel had een aparte positie in het hertogdom Brabant. Dus die viel niet onder de hertog, maar onder de keizer. En hoe zat dat dan? Nou, het was zo, dus dat een dame en een heer, vrouwen en heer van Boksel, die zijn op een gegeven moment naar Praag gegaan en hebben van de keizer deze document gekregen, een leenbrief heet dat. Kunnen we hem zien, jongens? Ja, ik zie dat hij al... ik zie hem nu op het scherm, is dat zo goed? Dat heet de leenbrief? Dus de leenbrief, want op een gegeven moment Boksel was dus altijd ondergeschikt aan een hogere macht. Okay. Aan de hertog of aan de keizer. Maar als je aan de keizer ondergeschikt was, dus leenhulde had gebracht, dat betekende dat je op een gegeven moment
als het ging over geld betalen en over eventueel meedoen met een oorlog, was dan op een gegeven moment dat de keizer je opriep. Maar die woonde zo ver weg, dus dat gebeurde in feite nooit. Ah. En dat betekent dat als de hertog op een gegeven moment vroeg van, hey, willen wij op een gegeven moment gaan betalen, meedoen, dan hoeven ze dat dus niet. Okay. Dus het is een aparte positie van toen. En dan kan het van belang zijn om nu ook proberen een aparte positie, proberen in deze tijd voor Boxtel ergens vorm te gaan geven. De identiteit opzoeken. De identiteit opzoeken? Ja. Want, en doel je dan ook, Hans, op het internet, de contacten met de hele wereld overal en waar blijf je, waar staan wij? Ja, doel maar, je daar juist, ook ja, op? Inderdaad. Dus gaat het dus duidelijk over van de eigenheid van iedere Boxtelaar, van heel de gemeenschap, mm-hmm. om die duidelijk blijven koesteren. Ja. En daar proberen vorm aan te geven. Dat wordt ook al gedaan, maar dat wordt dus belangrijk om dat te blijven doen. Oké. Okay. Ja, dus dat was de achtergrond. Was het een beetje leuk wonen in de middeleeuwen in Boxtel, Hans? Nou, ja, je was er zelf niet bij, maar je weet er heel veel van, hè? Daarom vraag ik dat natuurlijk. Het is dus, in die zin was het dus heel erg fijn wonen in Boxtel, tenminste zover ik dat dus weet, omdat op een gegeven moment er duidelijk aandacht was voor de mensen zelf. Er was dus op een gegeven moment ook zorg voor de zieken, voor de pelgrims die er kwamen. Er was onderling ook verbondenheid. En op een gegeven moment, als er dan bepaalde problemen waren in verband met bijvoorbeeld de scheepvaart en zo, voor de dommel en zo, mm-hmm. werd ook samen gezorgd om dat proberen op te lossen. Dus er was duidelijk goed wonen hier in Boxtel. Toen en nu nog. Nu nog. En nu nog. Nu nog. Nu nog. Er is ook een film gemaakt. En dan moet ik even kijken of ik dat goed zeg. Boxtel ook in de middeleeuwen al een heerlijkheid? Ja. Zo heet de film, hè? Ja. Er is een script geschreven. En in het maken van die film is gegaan met behulp van technieken, anno 2015. Nick en Pieter Nel, jullie hebben beide daar een rol in gespeeld. Ik zou het leuk vinden voor thuis dat we eerst even een stukje laten zien en dat we daar samen naar gaan kijken van een fragment van de film die gemaakt is. De brief werd bij keizer Karel IV in zijn woonplaats Praag opgehaald door Maria van Boxtel en haar man Diederik van Meerheim. Zij waren in die tijd erkend als de vrouwen en de heer van Boxtel. Waarom wilden die twee die brief dan zo graag? Er speelde in 1356 een soort erfeniskwestie waarbij de vraag was of zij zo'n beetje de baas in Boxtel konden blijven. Er dreigde een strijd om wie het voortaan in dat hertogdom voor het zeggen had. Dus hoe heette ze ook alweer, die Maria en Theodricus? Diederik. Die ging helemaal naar Praag om bescherming te halen van de keizer. Ja, dat was een hele lange reis. Best spannend allemaal. In Praag hebben zij de keizer uitvoerig uitgelegd dat zij beseften dat ze Boxtel als het ware te leen hadden van het keizerrijk en dat zij er altijd goed voor hadden gezorgd en tegen vijanden verdedigd. Het zal uw keizerlijke majesteit niet ontgaan zijn dat de heren van Boxtel zich steeds trouw in hun dienst aan hun keizer betoond hebben. Bovendien zal het u voorkomen dat zij de hen toevertrouwde leengoederen te allen tijden, te uw gunste, te vuur en te zwaard hebben verdedigd en bestuurd. Ja, Hans, dit is ook wat jij net uitlegde. Hè? De hele reis naar Praag, dat was voor die tijd toch een, ja, echt een avontuur van heb ik met jou daar? En was het onderweg veilig bijvoorbeeld? Ja, ze zijn er gekomen, dus ja, dat is goed gegaan, hè? En ze zijn weer teruggekomen. Ja. Is Boxtel altijd zo eigen gereid geweest? Dat we echt onze positie verdedigen en even wel zelf voor het zeggen willen hebben? Nee, op een gegeven moment is het toch zo gegaan, in de 15e eeuw, dat men toch naar de hertog is gegaan van Brabant. En dat betekende dat die hertog en daarna ook degene die erna kwamen, zeiden van, voortaan hoort Boxtel bij de hertogdom. Maar toch probeerde men van tijd tot tijd bepaalde soorten privileges, dus voorrechten, vanuit het keizerrijk toch te behouden. Dus er is wel de nodige power bij de Boxtelaren om op een gegeven moment te zeggen van, we geven het niet zomaar op, we blijven wel op een gegeven moment voor onze eigenheid vechten en ons inzetten. Mooi. Ja. Deze film is onderdeel van de expositie in het Oortijdmuseum, de Groene Poort. Jullie hebben daar beide een rol in gespeeld.
Waarom vinden jullie het belangrijk, want het is bedoeld eigenlijk om kinderen van de basisschool, de bovenbouw, middenbouw, bovenbouw, enthousiast te krijgen. Hè? Vertel eens, wat vinden jullie daarvan? Nou, het is een stukje historie van Boxtel, wat eigenlijk wel heel belangrijk is en wat ook meteen aangepakt is om een stukje reclame te geven van Boxtel. Okay. Eigenlijk, Boxtel was toen al een heerlijkheid en nu nog een heerlijkheid. Ja. En daar speelt Jisse. Hoor jij wel, hè? Ja, Monique. Ja. De jongen waar ik mee samen speel. Want ik speel samen met de jongen in het heden. Ja. En ik leg dat dan een klein beetje uit, hoe dat zat. En die jongen die reageert dan ook. Jisse reageert dan heel enthousiast van... Ah, Boxtel was toen al een heerlijkheid. En dan komt er weer een stukje Boxtel tussen. Het is dus ook een stukje reclame van Boxtel. En daar een link leggen met het verleden. Is, ja, dat is het educatieve aspect van het geheel. Ja. Nick, ik ken jou ook als goed acteur. En vaak ook heel komisch. Ja. Dat is wel ook een sterke kant van jou. Hoe was het voor jou om mee te spelen? Want het is gemaakt met behulp van een green screen. Ja, is dat alles, moeilijk? We hebben alles hierboven gespeeld. Ja, hierboven op zolder, hè? Ja. We zijn niet van zolder af geweest. Alles wat je achter de film ziet, achter de figuren ziet, is er achter geprojecteerd. De foto's zijn gemaakt in het klooster in Velp. Okay. Daar zijn we vorige week met z'n allen wezen kijken, naar de rand. Oh, dat was heel leuk. Ja, ja, lijkt dus, mij ook we hebben het gewoon voor een green screen gespeeld. Je krijgt dan aanwijzingen waar je bent op dat moment en hoe je spelen moet. Mm-hmm. Is dat lastig om je dan in te leven? Ja, het wordt zo duidelijk uitgelegd dat het eigenlijk wel heel... heel makkelijk. Ik zie Pieter Nel wel zo van. Ja, maar zij moesten op een gegeven moment ook ergens naar kijken. Wij moesten meer naar elkaar spelen. Dus okay. Wij speelden namelijk in de middeleeuwen en zij speelden in de tegenwoordige tijd. Ja, dat is natuurlijk anders. Hè? En je speelt het verhaal ook niet achter elkaar. Nee. Er wordt gekeken van, nou, dit stukje wordt gespeeld met de camera vanuit deze positie. Dus dan werden alle stukjes... uit het verhaal gepikt die daar dan het beste stonden. Dus je speelt niet volgens het verhaal. Nee. Dat lijkt me lastig, hè? En dat lijkt me lastig. Ja, dan speel je eerst in het stukje van het midden... en dan een stukje van het begin... en dan een stukje van het eind van het verhaal. Dus dat maakt het een beetje wel lastig. Maar hun stuk was ook... zij dragen het hele stuk. En ons stuk was echt bijna achter elkaar af te spelen. Dus dat bleef ook weer bij elkaar... waardoor het ook makkelijker speelbaar was. Okay. We hebben van Guus, want dat is natuurlijk... Guus Bekooy is degene die de film gemaakt heeft... en geëdit heeft en gemonteerd heeft. Maar Maarten Melis, dat is de regisseur. De regisseur, hè? En ja. Die heeft ook op een gegeven moment allerlei dingen daarin toegevoegd... zo okay. Om het steeds meer te gaan vormgeven en zo. Hè? Mooi. Nou, we hebben in ieder geval een stukje gekregen van Guus Bekooy... hebben we ontvangen, want wij vinden het leuk om jullie thuis... te laten zien van hoe werkt dat nou en hoe maak je een film met behulp van greenscreen. Ja. Bij videofilmen wordt af en toe gebruik gemaakt van een zogenaamde greenscreen techniek. Vroeger werd daarvoor meestal een blauw scherm gebruikt. Maar groen contrasteert beter met de tint van de menselijke huid. Hoe werkt dit? Je gaat uit van een achtergrondbeeld. Dat kan een foto zijn... of een gefilmde situatie. De figuren die daarvoor moeten komen worden gefilmd voor een strak groene achtergrond. Met een computer wordt dat groen nauwkeurig weggefilterd, eigenlijk vervangen door zwart. Vervolgens schuif je er met die computer het achtergrondbeeld onder. En dan blijkt dat zwart doorzichtig. Uiteraard moeten het perspectief en de beeldscherpte wel kloppen. In dit voorbeeld worden de figuren geleidelijk verkleind, zodat je gelooft wat je ziet. En hier zie je dat je meer diepte kunt krijgen door de achtergrond onscherper te maken. Ja, wat ik nou zo mooi vind, Hans, is dat de moderne technieken gecombineerd worden met, met de verhalen van... Waar hebben we het over? Oh, mijn geschiedenis was heel slecht. 1356. Oh, nou, heel kijk eens aan. Ja, ik heb ooit een leerkracht gehad. Ja, en dat was jij, Nick. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja.
Ja, maar dat is een mooie combinatie, vind ik. Ja, wat wij hopen, met ook inderdaad met de acteurs en iedereen die meegedaan heeft, om proberen dat het mogelijk is om meer van dit soort filmpjes te maken over de historie van Boksel. Ja. En dan op een gegeven moment te kijken of dat een relatie kan zijn naar het onderwijs toe. Zodat we hebben voor de kinderen niet alleen allemaal iets van datgene wat ze moeten lezen, maar ook de beleving kunnen zien. Ja, 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 dat weten ze, jij als leerkracht en jij ook. Hè? Ja, ja. Natuurlijk ontzettend feeling mee wat kinderen eigenlijk liever willen en dan het droog uit de boekjes leren. Het mooie is dat het ook over Boksel gaat. Dus ja, precies. Dat het ook van dichtbij is. Ja, ook alle acteurs, allemaal uit Boksel. Erg mooi. Ja. Ja. En ook het greenscreen, ja, dat is bij ons op school ook al bekend. Daar spelen de kinderen ook vaker al voor en die maken op school zelf ook al filmpjes, dus mooi. Dat is bij ons op de spelenlier wordt. We hadden ook al wat ideeën bedacht, hè, van om te combineren. Leuk hoe dat dan gaat, hè? Ja, zeker. Nou, ik vind de tijd weer veel te kort. Ik moet het gaan afronden. Ik wens jullie ook daar heel veel succes mee en vooral genieten. En ik hoop dat jullie doelstelling bereikt wordt hiermee. Ja, joh. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten op het zachte bankske. Want het wordt nu toch al hoog tijd dat we overgaan naar de mensen van de bank in Boksel. Maar dat doen we niet voordat we het tweede deel laten zien. Want Roel is er geweest met camera en er komt nog meer moois vanuit de Zwaanse Brug. Maak je nog gebruik van de bankske? Tuurlijk. Ja. Dus de jeugd zit er ook op? Ja, wij zijn meestal met een groep vrienden 's avonds. Als hun er niet zitten, dan zitten wij er. En dat heet dan chillen of zo? Ja, zoiets. Ja, een beetje bijkomen. Dus zijn niet alleen de oudsten, maar ook de jongelui? Nee, zeker niet. Oh, zeker ik hoor niet. Daarbij. Ik hoor met die jongen en met de ouderen. Ja, ik denk dat we horen erbij. Allebei. Bij allebei. En dan moet eigenlijk midden staan, hè? Mij blijft staan. Best. Ja, niks. Oh. Ja, ik dacht, misschien wil je ook wat zeggen. Nee, ik hoef niet te zeggen. Maar zit je dan niet te rappen op? Ik zet zo'n pet achtervoor en denk, nou, ik zit op het bankje en het is lekker weer. Morgen kom ik nog een keer. Ja, af en toe rap ik wel. Serieus? Ja, maar doe ik op mijn camera mezelf. Ja, maar dit is jouw kans. Nee, ik ga niet rappen. Ja, echt? Nee, ik ga niet rappen. Nee. Ik ga niet rappen. Nee. En nou geven ze de kraan de schuld. Nou, die bank die staat hier al 40 jaar, die kraan staat er pas. Waarom hebben die kraan niet in Entweijer gezet dan? Welke kraan? Hier, die achterhoek. Hier, achterhoek. Die waterkraan. Oh ja. Ik heb wel meegenomen met een meetlat. Dan kunnen we kijken hoe lang die moet zijn. Nee, meet maar. Hou eens even vast. Ja. Meet maar. Hoeveel man moeten er zitten? Kijk. Ja, 105. Zoiets? Kijk, daar is al zat. Meer. 2 meter. Zo? Hij moet hier tussen kunnen. Oh ja, hij moet hier tussen kunnen. Dat is een meter of 3. 3 meter? 2 meter ook zat. Ja, 2 meter zat. 2,5 meter. 2,5 meter. Oké, moet ik even. Het materiaal, wat doen we nou mee? Even kijken, hoe breed ben jij? Oei, een halve meter. Hoeveel weeg jij? 95 kilo. 95. Ja, dan is hout staan geen optie meer. Dan wordt toch een betonnen baans genomen. Nou ja, dat is goed. Is dat ook goed? Altijd goed, maar kunnen er zitten. Ja, wij willen ons bankje terug en wij willen weten waarom en wie het gedaan heeft. Hallo meneer. Hallo. Ja, er is hier een bankje ontvreemd. Ja, ik vind dat gewoon triest. Ja. Ik zou het toch even moeten fouilleren of u dat bankje niet hebt. Ja, nee, dat mag bijna doen, jongen. Kijk, ik vind het gewoon triest. Nou, oké, het is goed. Ja, wordt vervolgd. Ik ben Monique is gepromoveerd. Die zit op de zachte bank. En ik dacht, ik ga even voelen hoe het hier op het houten bankje is. Maar ik zit wel gezellig, naast jou. Hè? Ja. Ben je altijd zo gezellig? Ik ben altijd gezellig. Altijd. Even nu over het bankje. Het bankje, hè? Ja, het bankje. Hij moet terug. Het bankje moet terug, ja. Wij zijn een beetje, sodemieterd eigenlijk. Ja, het bankje zou weggehaald worden, hadden ze gezegd. Dan zou het opgeknapt worden en dan zetten ze het terug. Dat moesten ze dus van de gemeente zeggen. Hè? Maar wie is ze? Aan de overkant, het nieuwe restaurant. Maar dat is van horen zeggen, dat is niet rechtstreeks. Ja, nee, daar heb ik gevraagd. Okay. Zeg, heb jij die bank weg? Nee, zit die, want die hebben ze weggehaald en die wordt opgeknapt, die krijgen we weer terug. Oké. Okay. En daar had je zelf ook een stukje gezet op Facebook, maar daar had je ook er binnen 5 minuten afgehaald. Dus toen wisten wij wel dat er iets gelogen werd.
Dus het bankje, dat kwam echt niet meer terug. Nee. Daar gaat het eigenlijk om. Dat denken jullie. De burgemeester wist nergens niks van. Nee, maar de burgemeester moet natuurlijk heel veel dingen bijhouden. Maar jij doelt nu op het feit, want ik... jij doelt nu op het feit dat de burgemeester kwam die middag toevallig langs. Ja, en die kwam toevallig en die langs. Heeft met jullie gesproken. Ja, met de heer Van den Broek, ja. Ja, klopt. En die wisten dan nergens niks van. En dan zouden ze kijken of we een ander bankje terug zouden kunnen krijgen daar. Okay. Maar ja, waar weten we niet. Horen morgen. Ja, want morgen zijn jullie uitgenodigd door wethouder Erik van den Broek, hè, op het gemeentehuis en de burgemeester. Juist, hè, Mark Buijs. En burgemeester Mark Buijs, want dan wordt er gesproken over de kwestie het Bengske. Van wat de bedoeling is, hè, wat wij gaan vragen waarom en of hun een andere optie hebben voor ons, waar we eventueel nog naartoe kunnen. Wat zijn jouw verwachtingen? De verwachtingen zijn heel goed. Ja? Dus ja, natuurlijk, je moet er met een positieve zin moet je er naartoe gaan. Want ik zag spandoeken en er wordt op Facebook wordt er hevig gediscussieerd. Zo, heel veel hoor. Ja, is dat verstandig, denk je? Ja, allebei hè? Sorry, Monique? Het mag positief, het mag negatief. En het is gewoon dat iedereen zijn recht om te zeggen wat hij wil of wat je van denkt. En ze zeggen wel eens, er zijn enkele dingen. Maar wij denken voor iedereen, het is niet alleen voor ons, maar voor heel Boksel. Ja. Net vanmorgen stond ik... Ja, ik onderbreek jou heel even, want je zegt het is voor heel Boksel. Ja. Nu heb ik, moet ik even streng doen, hè? Ja. Nou heb ik wel begrepen dat jullie met name de mensen zijn die altijd op dat bankje zitten. Mij maakt daar niks uit, hè? Nee. Maar is het bankje dan ook voor andere mensen? Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen heeft er recht om op te zitten. Hè? Het is niet enkel van ons, maar het is voor heel de gemeenschap. Ja. Ja. Je hebt ook mensen die bij de overkant van de winkels de dames naar binnen gaan en de heren terugtrekken op de bank. En vrijdags ook bij de markt. Er zijn altijd mensen die dwars doorlopen, of die Boksel doorlopen. Mm. En even genieten van het rustplekje op de bank. Ja. Hoe belangrijk is dit bankje voor jullie? Nou, toch wel belangrijk. Want we zijn met z'n allen bij elkaar. Er wordt nog eens door het overgelopen gesproken over de politiek, over de leegstand van de winkels in Boksel. Nou, elk onderwerp komt aan de beurt. Dus uiteindelijk is het gezellig samen zijn. Ja. Nu wordt er ook gezegd van door sommige mensen, want ik lees dat dan natuurlijk ook uit enthousiasme en interesse mee. Ja, er staat toch 10 meter verderop staat er toch ook een bankje. Wat is er mis met dat bankje? Met dat bankje, daar hebben we straks nog over gehad. En die eigenaar van die juwelier, die had, het maakt eigenlijk niet uit, maar hij had het niet graag. Maar weet je ook waarom niet? Dat weet ik niet. Hij wil het liefst ook het bankje, denk ik, weg hebben. Daar? Ja. Wat zeg je me niet? Dan blijft er niks meer over. Wij willen Boksel aantrekkelijk maken, gezellig maken. Maar als het bankje weghaalt, misschien die boom, misschien de winkels weg, alles weg. Wat blijft er dan over? Doet me even heel erg anders aan denken van alles weg. Hè? Maar daar gaan we het even niet over hebben. Wij staan dan te dicht tegen zijn etalage aan. Maar is dat gezegd of is dit van horen zeggen? Nee, dan ben ik even kritisch. Nee, zelf, Mark, persoonlijk tegen jullie? Ja. Wat zeg je? Persoonlijk tegen jou? Ja, tegen mij niet. Maar ik heb het van andere mensen gehoord. Dat je dan bankje, maar ook een brievenbus. Sorry. Vond je ook niet zo leuk, schijnbaar. Maar. Oké, nou goed. Morgen gaan jullie naar het gemeentehuis. Het uitzicht op zijn winkel wordt belemmerd, hè, als wij daar met een man of 10 zitten. Dat vindt hij niet zeer leuk. Dus. Oké, maar als dat bankje bij de Zwaanse Brug zou staan, dan is het dat probleem niet. Desnoods aan de overkant links of rechts van de bank. Dus. Ja. Ja. Wij willen met iedereen meedenken en niks is van ons natuurlijk, dus wij zijn afhankelijk van de gemeente. Het bankje is helemaal niet van ons. We vinden het leuk dat we er mogen zitten, maar het is helemaal niet van ons. Nee, ik ga even naar Nick. Ja. Wat vind jij van het bankje? Ik vind het wel gezellig, als het er zou staan. En nou ik jullie beter ken, kom ik ook een keer buurten. Kijk. Ja, dat zou eigenlijk, ja. Ook mensen die het niet, want gisteravond ook. Toen kwam er een man, dat was gisteravond geloof. Kwam er een man een keer langs en die laat zijn hondje uit of iets. Maar op een gegeven moment kwam hij vertellen, zag hij dat er iets mensen zag op de bibliotheek. Ik denk, hé, je hebt het gevoel, er is iets, klopt niet. Ik zag je 2 jongelui daar en je wou daar inbreken. En daar zijn we opletten en wij zitten daar ook, wij zien ook van alles gebeuren daar. Kijk. En ja, die had mee de politie gebeld, de politie was mee en die hebben ze mee kunnen pakken. Dus volgens jullie heeft het ook nog meer functies dan alleen de gezelligheid, hè? Ik heb het zelf ook ooit meegemaakt, dat een vrouw tegen een auto aangreep aan de winkelier en ze naaien eruit. Ja, ze naaien eruit. Dan ben ik naar die zwarme zaak geweest en ik had gevraagd of die auto van hun was.
Dat was niet en toen kwam bij de eigenaar terecht. Hm. Was helemaal beschadigd in auto. Hm, vervelend, hè? Kreeg wel een flesje never. Dat was wel iets. Kijk, kijk. Ja, dat was wel leuk. Ja, nou, dat was wel mooi, ja. Dat was wel mooi. Morgen vroeg, bij, hoe laat worden jullie verwacht? Half tien. Oh, dat is een mooie tijd. Bij, ja, zeker. Dat is een mooie ja. tijd, hè? Dan kan we houden niet meer uitslapen, dus dan kunnen we gelijk naar de koffie, kunnen we gelijk naar het gemeentehuis. En hoe gaan jullie het aanpakken? Want hebben jullie voorbereid? Ja, we hebben wat media opgetrommeld. Ja. Dommeland dan in dit geval. Brabant Dagblad. Ja. Maar wat gaan jullie, hoe hebben jullie jezelf voorbereid? Nee, niet echt. Wij gaan afwachten wat de burgemeester en de wethouder te vertellen hebben. Ja. En daar zullen we eventueel op aanhaken. Ja. Als die, om te kijken wat hun willen. Oké, okay. Stel het bankje komt niet terug. Wat dan? Dan hebben we niks te eisen, denk ik. Hè? Want, het bankje is niet van ons, nogmaals. Dus wij hebben niks te eisen. Wij hebben maar te willen wat de gemeente eigenlijk doet. Oké. Okay. Dus, wat zei jij, Ben? Nou, we blijven daar wel staan. Ja. Dan blijven we daar staan, ja. Met je eigen stoelen en je... Eigen stoelen, ja. Ik zit aan het loge balkon, hè. Ja. Loge balkon. Ik heb je goed geregeld? Ik zit op mijn turbo, hè. Nou. Ja. Nee, dat wel goed. Alleen hun moet het bankje meebrengen. Een stoeltje. Ja. Een stoeltje. Ja. Goed. Ik wens jullie allemaal heel veel succes morgen bij de burgemeester en bij de wethouder. Ja. Ik heb even vervelend nieuws. Want dit bankje moet weg. We zijn klaar, dus je moet even... Het bankje moet weg. Wij gaan afsluiten. Dank u wel allemaal voor het kijken naar Dommeland Live. Dank aan alle gasten. Lekkere turbulente eerste uitzending. Veel succes jullie allemaal. Dank over twee weken zijn wij er weer. Nu moet het bankje weg. Dank je wel. Kom, we gaan opstaan. Hop, bankje moet weg. Ja, bankje moet weg.